dat je weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. Ik ben hier vandaag met Harry, of Hercules is zijn volledige naam. En met Peggy, haar volledige naam is Pegasus. En ik heb ze net eventjes gelokt met snoepjes. Dus die krijgen ze meteen even om ze maar toch gelijk in beeld te krijgen. Want dat is best lastig eigenlijk met twee katten. Maar goed, wat we vandaag gaan doen, nadat ik hun snoepjes heb gegeven, is de Furry Friend Tag. Ik denk dat de meesten van jullie er wel bekend mee zijn. Het is wel een redelijk bekende tag. Ja, dat is eigenlijk gewoon vragen stellen. Nee, vragen beantwoorden over mijn huisdieren. Dat zijn dus twee kittens. En ja, ik neem aan dat jullie dat gewoon een leuke video vinden. Omdat ik vaak heel positieve reacties krijg op video's, vlogs waar mijn kittens in voorkomen. Dus deze video is helemaal dedicated to my kittens. Nou, laten we gelijk beginnen met de eerste vraag. Dat is, wat zijn de namen van je huisdieren? Nou, dit kronkelbeest is Hercules. Dat is zijn volledige naam dus. Maar nou, zoals je vaak hebt, geeft ze eigenlijk bijnaampjes. En zijn bijnaam is Harry, want Hercules klinkt gelijk zo groot, maar het is nog een kitten. Dus dat is Hercules. En, die wil niet bijkomen. Hop. En dit is dus Pegasus, zoals ik in de intro al zei. En haar noemen ze eigenlijk Peggy. Peggy heeft hele mooie blauwe oogjes. En de volgende vraag is, wat voor soort dier is het en wat voor ras? Nou, jullie zien wel dat dit een kat is. Het is een kronkelkat. Nee, grapje. Het is een Maine Coon. En Maine Coons zijn hele grote beesten. Ik geef hem eventjes tussendoor een snoepje, want we willen heel graag. Ze kunnen heel erg groot worden. Ze kunnen tot 4 jaar doorgroeien zelfs nog. Harry is een mannetje, dus dat betekent dat hij extra groot kan worden. En het is een Black Smoke Maine Coon. Dat zijn dus de kleuren van hem. Vind ik echt super vet. We dachten eerst dat hij een Silver Tabby zou worden. Dat is meer zoals die wiskaskat qua kleur is gemaakt. Maar hij is Black Smoke geworden, wat ik eigenlijk nog veel vetter vind. Dus dat is hartstikke leuk. En Peggy hier is een Blue Point Ragdoll. Blue Point slaat dus op de kleuren en Ragdoll is haar ras. En Ragdolls zijn heel lieve beestjes. Ze zijn echt heel knuffelig. Niet dat Harry niet lief is, maar die is ook wel een beetje boeverig. Zoals nu dus. Hij is nu proberen snoepjes te pakken zelf. Jemig. Maar Peggy is hartstikke rustig qua karakter. En juist dat verschil vind ik wel heel erg grappig. En ze maakt ook helemaal niet zoveel geluid. Ze piept alleen een beetje met zijn enorme knuffelkont. Ze mag heel graag bij mij slapen of gewoon s'avonds lekker tegen me aankruipen op de bank. Dus dat is super leuk. En ze heeft hele mooie blauwe oogjes. Wie jullie die kunnen zien zo? Die blauwe oogjes laten zien? Zo. Ja, blauwe oogjes. Mooi ben jij. Je bent zo mooi. De volgende vraag is, hoe lang heb je huisdieren al? Ik heb Harry, of wij hebben Harry in september gekregen. Toen was hij 13 weken oud. En Peggy iets van 3 weken daarna. Ja, zoiets dus ook nog in september. Ja, ook nog in september gekregen. En de volgende vraag is, hoe oud zijn ze? Nou, ze zijn ongeveer 7 en 8 maanden oud. Dus al ietsje ouder dan een halfjaartje. Want Harry is uit mijn hoofd van 31 mei dit jaar. En Peggy van 30 april. Dus ja, zo'n 7 en 8 maanden. De volgende vraag is, hoe kom je aan je huisdieren? Nou, dat is niet een heel bijzonder verhaal of zo. We hebben ze namelijk gewoon bij Canary vandaan. Harry komt bij Jinsy in Almere vandaan. Ik heb gewoon gezocht op internet, want wij wouden dus eerst heel graag een Maine Coon hebben. Toen heb ik gezocht op internet naar Maine Coon Canaries. En toen kwamen we die tegen. Die had een nestje met, nou ja, ook de kleuren die ik heel erg mooi vind. En nou, toen werden we dus gewoon verliefd op Harry. En vanaf 4 weken oud mochten we hem bezoeken. Want ja, we hadden hem dus al gezien toen hij nog heel, heel klein was. En ja, van 4 weken mocht hij bezoek ontvangen. Dus toen hebben we hem bezocht. En toen bij 13 weken weer. En toen hebben we hem opgehaald. En we kregen elke week foto's opgestuurd van zijn groei. Dus dat was super leuk. Nou ja, en toen hadden we Harry. En toen, ja, ik weet, vond het toch gewoon een beetje zielig dat hij geen speelmaatje had. Dus toen zijn we voor onze tweede keus nog erbij gegaan. Want we konden heel moeilijk kiezen tussen een Maine Coon en Ragdoll eerst. En toen is het toch een Maine Coon geworden. Maar toen we nog een tweede kat wilden, kozen we toch voor een Ragdoll. Zodat we het beste of both worlds hadden, zeg maar. En Peggy heb ik toevallig via Marktplaats gevonden. En ik wou heel graag een vrouwtje erbij. Omdat ik gewoon niet wou dat ze heel erg ruzie gingen krijgen. Want ik denk dat je dat gevaar hebt met twee mannetjes. En gewoon minder met twee vrouwtjes. En Harry die probeert echt die snoepjes te pakken. Je bent echt geobsedeerd door die snoepjes. Hè?
Dus ja, toen via Marktplaats kwamen we Peggy tegen en die komt uiteindelijk ook gewoon bij Academy vandaan. Die hadden gewoon bericht geplaatst op Marktplaats dat ze nog eentje over hadden. Bij Lavinda World of Ragdoll in de buurt van Groningen. En gewoon beide bij Academy's dus. En de volgende vraag is wat ik het grappigst vind aan mijn huisdieren. Nou, de grappigste van alle twee is sowieso Harry. Harry is gewoon een enorme boef in alles wat hij doet. En daar kan ik altijd best wel om lachen. Een van die dingen is dat hij toiletpapier eraf scheurt. En wat doet hij nog meer? Ja, hij weet gewoon sowieso altijd waar hij dingen moet vinden en zo. Dus dan komt hij opeens met snoepjes aanzetten die ik dan op het aanrecht heb staan. Dan, ja, hij springt gewoon op het aanrecht wat niet mag. Hij doet alles wat niet mag eigenlijk. Maar dat vind ik dan ook wel weer zo zijn charme hebben. En een van die dingen is bijvoorbeeld ook dat hij boven de koelkast springt. Dat hij in mijn inloopkasten klimt. Dan gaat hij er helemaal bovenin zitten. Al van dat soort dingen. En met kaarsjes spelen, dat hij die op de grond gooit. Noem het maar op. Wat ik grappig vind aan Peggy is als zij in een gekke bui is. Want Peggy is op zich heel rustig en lief en zo. Maar ze kan soms in één keer echt zo'n gek kwartiertje hebben. Dan slaat ze helemaal om. En wordt ze helemaal gek en heeft ze echt die crazy eyes. En dan gaat ze achter Harry aanrennen en zo. En dan laat Harry zich helemaal opjagen in die krabhaal. Dat is echt zo grappig. Wat zijn je favoriete herinneringen die je hebt gehad met je huisdier? Nou, ik heb ze nog niet heel lang of zo. Dus ik kan echt niet zeggen van jaren terug. Maar wat ik wel heel erg leuk vond was toen we Harry voor het eerst ontmoetten. Toen hij echt nog zo klein was. Dat staat me echt nog wel goed op mijn netvlies. En dat hij toen ook aan het spelen was met zijn broertjes en zusjes. En dat hij daar gewoon zo moe van werd. Dat hij op een gegeven moment gewoon omviel en in één keer in slaap viel. Dat is zo schattig. En ja, verder. Nou ja, wat ik gewoon heel erg leuk vind, maar dat doet hij gewoon vaker. Is dat hij s'nachts dan in één keer heel knuffelig wordt bij ons. En dan ze zijn aan het spelen met elkaar. Maar dan komt hij een muisje brengen soms bij ons en dat is gewoon echt super cute. En van Peggy is denk ik, ja, ook toen we haar ophaalden, dat was gewoon best wel bijzonder. Want Harry gedroeg ze echt als maloot in de auto toen we hem ophaalden. Die was helemaal para. Maar Peggy die was zo lief aan het slapen in de auto. Dat was gewoon zo schattig. En ja, wat ik me ook gewoon goed herinner, Peggy die was eerst nog een beetje schichtig toen ze hier net een paar uurtjes was. En toen opeens kwam ze onder de bank vandaan, want ze had zich gestopt onder de bank. En was aan het piepen, echt zo lief zo van, ik zoek iemand, ik zoek iemand. En nou ja, dat was gewoon echt heel erg cute. De volgende vraag is, best wel een obvious one. Hoe belangrijk is de band met je huisdieren voor je? Nou, voor mij gewoon super belangrijk. Ik ben echt dol op ze. Ik kan me echt geen leven meer zonder ze voorstellen. Ik vond het echt kut dat toen Vincent en ik verhuisden hier naartoe, dus vanuit mijn ouderlijk huis, dat we geen huisdieren meer hadden, want ja, en vooral specifiek katten, want ik ben echt een kattenvrouwtje. We hadden bij mijn ouders thuis op een gegeven moment 3 katten en 2 honden, dus ik mag ook wel graag honden hebben, maar liever katten. Ik ben meer een kattenmens dan een hondenmens, maar ik vind honden ook wel heel leuk. Dus ja, met dat, ja, sowieso is dat meer echt iets voor als je heel veel tijd hebt en gewoon vrije ruimte, grote ruimte, dan is een hond wel oké, maar katten kan je al sneller nemen, zeg maar. Maar ja, toch. Wat ik zo leuk vind aan katten is gewoon dat ze wat eigenwijzer zijn dan honden, zeg maar. Ze zijn volgens mij gewoon slimmer, juist omdat ze niet te trainen vallen. Ik bedoel, ze zien er zelf niet van in. Ik denk dat dat het gewoon is. En ja, ze zijn gewoon zo'n lekker eigen willetje. Doe gewoon lekker niet wat jij wil. En ja, dat vind ik gewoon wel heel erg geinig eigenlijk. En ik ben gewoon echt dol op ze. Ik hou van ze. Ik vind het gewoon heel erg leuk dat als ik thuis kom, dat er dan altijd iemand is die mij kon begroeten en blij is om mij weer te zien. En nou ja, als Harry 's nachts van die muisjes brengt en zo, nou, dan smelt ik echt. Dat vind ik gewoon zo schattig dat ik dat doe. Dat is echt gewoon affectie tonen. Hè? Dus ja, nee, ik vind het gewoon heel leuk dat je een soort van onvoorwaardelijke liefde van die beestjes krijgt. En de laatste vraag is of ik ook koosnaampjes heb voor mijn katten. Nou, natuurlijk hebben we die. Harry noemen we dus, of vaak Harry, toen hij Hercules heet. En we noemen hem ook wel als Herman, hoe noemen we hem nog meer? Hermanus, Herbert, Herberg, hoe noemen we hem nog meer? Wolfje noemen we hem ook wel eens. En ja, gewoon de man, mannetje, kerel, ja, dat soort dingen. En Peggy noemen we heel vaak Peck-Peck en ze heet dus eigenlijk Pegasus. Pissy noem maar ook wel eens, omdat ze soms buiten de bak piest, wat dan ietsje minder is. Miss Peggy, Miss Piggy, Pexy, Peggly, Peck-Peck heb ik al gezegd. Pexy, Peck Zwolle noemt Vincent haar wel eens.
dat soort dingen. En dan zijn we hiermee aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken en dat jullie mijn kinderen net zo lief vinden als ik. En grappig, vooral Harry is heel grappig en deze is gewoon super cute. En ja, ik hoop dat jullie een volgende keer weer kijken. En mochten jullie dit een leuke video vinden, geef dan vooral even een dikke thumbs up. En vergeet je ook niet te subscriben op mijn YouTube channel. Tot volgende keer. Doei doei.